jongens en meisjes ook. Dit is een heel mooie reunie. Kijk, dit is zijn moeder en hij is blij. Ja, zijn moeder is travestiet. Vraag niet aan mij, het is de vader en de moeder in één en ik zuig. Oh, pauze. Nou, excuse me iedereen. Het spijt me als ik een beetje stil ben geweest. Of zelfs misschien de pauze heb ingelast. Ja, joh, dat heb ik er al lang uitgeknipt. Tijd voor een beetje acro. Nou, om eerlijk te zijn. Oh god, dat is een vis. Op het droge. Hey, rustig man. Dammit, waarom krijg je sustainability van stenen? Maar wat ik dus wilde zeggen. Dit is een van de bazen. Soms heb ik dat gewoon, sorry hoor, als ik iemand offend. Maar van die bazen waarvan je eigenlijk zo zit van. Ja. Yeah. Het is die ene vis, dude. Weet je wel, aan het einde van het spel zit je soms zo van. Nou ja, het is die ene vis, dude. Soms heb je soms het idee zo van. Nou ja. Het is die ene vis, dude. Maar ja, wacht. Ik kan helemaal niks opzuigen. Omdat ik pebbles moet gebruiken. Oh, kut. Pebbles. Pebbles! Oh, wacht. Pebbles doet nog geen pijn. Hoe de hel moet ik hem verslaan als Bubbles geen pijn doen? Laat ik hem weer eens weer op het droge aanvallen. Kop, gooi je stenen op me. Dammit, ik had veel beter gekund. Dan sloop ik je hoofd. Ik heb geen zin om meerdere keren te klikken, want dat gaat mijn snelheid zo omlaag. En ook al is dit een baas battle, een boss battle. Ja, ik vind het gewoon niet fijn als het langzaam gaat. Ja, dat was niet gezegd. Kan ik nog iets doen als... Oh, maar misschien kan ik dingen terug met Pokémon. Ja, ik heb bounces. Them bouncing. Oké, dus je moet die shit op die terug bouncen. Maar ik ben niet zo heel goed in recht... Au. In dingen bouncen. Bouncen. Oké, baby. Baby. Damn it. You baby. Screw you. Ik ben echt zo slecht, man. Ja, nou, natuurlijk. We vangen niet naar links. Of is er gewoon een gigantische ruimte links? Ja, dat zijn van die bazen die ik dus vergeet. Daarom weet ik ook niet meer hoe deze shit werkt. Rage. Ik had visje mee moeten nemen. Maar ja, ik accepteer het gewoon. Dammit, waarom vergeet ik altijd om te vliegen? Kijk dan hoe makkelijk het is. Jongeman, waarom? Nou, deze keer verslaan we omdat ik maar één leven over heb. En dus een beetje pist ben. En ik hem niet nu wil verslaan eigenlijk. Jammer, dat zo makkelijk kunnen zijn. Ik hoef hem maar twee keer te raken ofzo, of drie ofzo. Oh, andere kant dan. Oké, wat ga je droppen? Zijn het vissen? Zijn het ankers? Zijn het doodshoofdjes? Yay! Doodshoofdjes. Alle vet. Am I right? Doo. Babies. Babies. Kill them babies. Kill them babies. Kill them babies. Kill them babies. Use them skeletal heads. Kill them fish. Oh god. Het is allemaal gelukt, jongeman. Je zou het niet geloven, maar ik moet bijna weer in pauze in gaan lossen hoor. Ik zie van mensen niet rustig met het einde thuis. Dansje. Tijd om weg te gaan. Ik heb er geen zin in. Wacht, er zat geen eens een opening in de bovenkant van het. Ik zou zeggen, ik accepteer het. Oké. Let's see. Sand Canyon. Yeah. Oh god, een bloemetje gesloopt. Zo. Murderer. Gelukkig gebruiken we de
Blauwe kwak. Niet. Oké, mushrooms. Ik snap niet wat het nut is van mushrooms. Maar ja, wat zit hier beneden nog wat koers? Moet ik hem laten leven? Is dit goed? Oh, natuurlijk. Je moet de andere dingen opmaken. Terwijl je mushrooms laat leven. Ja? Yeah? Is dat de bedoeling? Zeg alsjeblieft niet dat ik die mushroom heb. Ik heb het verpest omdat ik die enige plant lelijk vond. Kijk, die moet ik dus vernietigen. En de mushroom moet blijven leven. Mushrooms. Ik vind het alleen jammer dat het zo kort duurt, deze vuurability. Het duurt echt 1 seconde of niet. Ja, wat ik eigenlijk ook nog kan bedenken. Oh, dat is dus wel goed. Maar wat ik eigenlijk kon bedenken met de paddenstoelen is dat je ze juist moet kapot maken. Omdat er dan sporen uitkomen waardoor nieuwe paddenstoelen. Nee. Oh my god. Wat is dit? Kirby. Oh god. Wat is dit? Ik dacht ik ga even omhoog in typen, want ik weet niet waarom, maar ik heb dus de knop. Dus de springknop, of de floatknop, hoe je het ook wil noemen. Die verwar ik altijd met een andere. Oké, dat is hem niet. Ik kom mijn vuurability terug, die is vetter. Oké, dit klinkt heel episch. Oh, je kan zo'n poppetje nemen. Fuck op jij. Oké, vuur. Wie is het best met vuur? Deze doet het best met vuur. Deze is een beetje vuur. Dit heeft een beetje een fire breath attack. En wat heeft u hier? Jongeman de vogel. Birdie. Oké, sorry hoor, maar de birdie is zoveel beter. Shotzo. Dit is echt zo vet, man. Een beetje heel random. Jam. Het is gewoon schieten. En dan kan je gewoon rennen. Zolang je maar ontwijkt, blijft alles goed komen. Dammit. Oh, en trouwens, je valt een stukje naar beneden als je hem vangt. Dus daarom faalde ik zo 3 seconden geleden keihard. Kijk, je kan namelijk... Nee, ik ben helemaal van dit soort stukken. Je wil namelijk je beestje zo goed mogelijk laten leven, maar nee. Dat willen de vijanden weer niet, hè? Hé, hey, ik ging duidelijk naar binnen. Je moet dus je beestje vasthouden als je naar binnen. Oeh. This is gonna be fun. Dang! 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 Dit is het vetste wat er is, hoor, serieus. Al wel. Kijk, dit is. Ik heb een elektrische vogel. Wie is daar niet vet? Of is daar niet vet? Dat is vet. Dat is zo vet tijdens een boss battle. Het is vet tijdens een boss battle, oké? Accepteer me gewoon. Bof. Iedereen moet dood, want ik ben agressief. En ik heb toch even liever jullie allemaal. Stone power. Ja, even nog een half uurtje in je neus zit je puntje. Nee. Want dit is zo saai. Kirby, breek al hun botten. Je bent dus echt super cool. Kirby, breek al hun botten. Ja, want je bent een super hooligan. Super hooligan. Het is de beste hooligan die er is. Pets. Hier is ook een moment waar je mensen kan veroveren met een steen. Stenen zijn gevaarlijk en je moet ze niet gaan slaan. Want... Dat is niet zo fijn. Hey, stop met zuigen. Wat donder, ik wil stenenability. De stenen zijn vet en ze eten ook. Fred. Arme Fred. I am good. Don't smash me. Oké, dat geeft niks. Ik dacht ze geven me club power. Dit is echt de meest droge personage ooit. Yeah. Ja, water, ja. Oh wacht, zit hier misschien nog een secret in? Yeah. Dit is een soort van pterodactyl met allemaal van die rare...
dude. Oh, nou wordt het spannend hoor. Oh, ontwijken. Oh, rennen. Oh, ik wil die beesten laten leven, want ze zijn cute. Oké, okay, iedereen sterft. Oké, okay, die leeft. Ik heb heel veel levens. Vlieg. En er zijn ook wolken in dit oude landschap. En hier zijn we een heleboel van die beesten. Ze rieten dood. Oh mijn god, ze zijn awesome. Wow. Die is dood. Oké, in het oude... In de prehistorie waren er ook wel bouncers. Bouncer. Die, weet je wat die de hele dag doen? Daar heb je al een bouncer door een hele flikker. Hallo, klein aantal vogels. Dit waren heel veel vogels. Nu zijn het er maar twee. Hallo, paddenstoel. Waarom ben je trouwens zo agressief tegenover de rode plant? Leg mij eens uit. En nu maak ik een... Oh, applaus hoor. Dat is het waard. L'Oreal. Moet je het waard doen? Ja, hier weet ik heel toevallig wat ik nodig heb. Het is... Dus dan was dit... Is dit een ability? Dacht ik al. Hallo, lelijke heksje stinkt. Hey, kleine... Type seks. Kijk eens aan. Je wilt seks. Oké, okay, nu moet ik even stoppen met zingen, want het wordt de vaagste shit ooit. Ja, ja. Kijk, daar is iets met vuur. Sla het in elkaar, want het moet nu dood. Serieus, waarom gooi je stofjes als wapen? Ik bedoel, als je wapens hebt, dan gooi je toch geen stofjes. Ze doen serieus pijn. Oké, wat hebben we nodig? Ik ga voor Kwakkie. Waar is Kwakkie? Kwakkie. Kwakkie, Kwakkie. Is heel erg sweet. Ja, je bent. Kijk, dit is vet namelijk. Dat ga je zo doen. Wacht. Wacht. Volgens mij als je dit doet of zo. Kijk, dat is vet. Tjoen, als je springt, dan word je een soort van hete luchtballon. Kijk dan, dat is vet. Dus, even denken, wat hebben we? Een paar uit. Oh shit. Ik wil even weten wat het ability. Nee? Ja, wat? Oh mijn god, ik ben een heks. Ja! Wie is de boze heks? Hé, hey, ik ben een boze heks. Slaan we in elkaar, al wil je eten. Ja, wat dacht je nou? Dat ik ging rijmen? Visie, jongen. Oeh, plantje. Oh, dit is echt vet. Ja, dit is wel decent. Oh, we hadden ook nog een missie. Screw that. Wat hebben we hier? Oh, dit is een puzzel of niet? Wat, hè? Ik zat niet te zingen. Ik had gewoon een beetje een kreunmoment. Hé, hey, ik kreun heel vaak. Mag ik dan niet kreunen of zo? Nee, hé, hey, ik kreun heel vaak. En ik mag niet kreunen, nee. Ik slaap heel veel shit. Ik ben een beetje agressief. En ik weet niet wat de missie is. Doe gewoon voor vijf of shit. Dan weet je zeker dat het goed is. Nou, we gaan wel verder. Waarschijnlijk zit daar de secret. Oh mijn god, die bent de schoonmaker. Oké, okay, we hebben dus die stoffer nodig. Als we iets... Misschien als we iets vies zien. Alleen weet ik niet wat vies is, want ik zie nergens iets vies. Nee. Oh mijn god. Ik zie hier al lang geen stof. Geen probleem ermee ofzo, maar ja. Ik weet niet of het goed is. Ja, dan gaan wij dus even door aan het zingen. We moeten iets schoon zien te maken. Waarschijnlijk moeten we gewoon een schoonmaker-ability hebben. Maar... Schoonmakers-ability. Oké, okay, dat is kutter, dat zien we. Dat is trouwens kutter met het wijfje. Oh my god. Is dat elektriciteit? Denk het wel.
Ik sla rond met mijn vriendin. Hey, is dat een beetje raar? Echt niet? Nee, ik ben een beetje blij en daarom eet ik ook een ei. Maar nu zie ik super raar. Ik weet het eigenlijk wel gewoon eens niet. Oh wacht, deze shit kan je ook. Heel droog, klimmen. Hoe ga je? En dan ben ik weer vooruit. En dan sta ik iedereen in elkaar, want dat is een werk van een man van een Kirby Beach. Ik ben Kirby Beach. Huppatee, kijk eens aan, die is moe. Voor geld doen. Ja, ben ik dit. Ah, sorry hoor, meisje. Kirby is zo vrolijk met het meisje op je hoofd. Wat? Ah, poedenspellen. Ja, ik heb nu een lekkere tomaat. Dat is fijn voor je. Waarom vraag je niet gewoon door? Hé, hey, die dude. Wat donder jij. Zo, ik ben terug. Van een gigantische reis. Nee, van de hele... Oh, kijk, dat is beter. Nu hebben we alles. Maar ja, van de grootste tijd. Zingen en... Oh mijn god, Waddle Dee Spirits. Of hoe zo heet het? Waddle Dee, Waddle... I'm blue, double Dee, double Waddle Dee. Dat was gewoon mijn liedje. Hou gewoon goed van je mond. Die zijn echt vet. Die zijn nog zinlozer dan de gewone Waddle Dees. Nee, je bent niet blij, maar dat boeit me ook niet, want je moet schoonmaken. Hebberdee. Steun op je hoofd. Bam. Nou, dat was dan een mooie aflevering. Hoop ik voor jullie. Anders gaan jullie, moeten jullie hebben hoor. Volgende aflevering heb ik dit hartje, sterretje, rondje gedaan. En dan gaan we door met meneer Ei. We gaan naar Hongkong. Dat klinkt als een zwaar slechte referentie naar Hongkong, maar ja... Dan zie ik jullie later, jongen, meisjes. Later.